De hoeveelheid fijnstof in woningen van de bolderinglocatie is veel te hoog. Volgens de Europese normen mag het gemiddelde aantal microgram fijnstof per kubieke meter niet hoger zijn dan 20, maar een bewoner van de bolderinglocatie meet de waardes van rond de 400 microgram. De bewoners willen dat de verhuurder hier iets aan gaat doen, want ze maken zich erg zorgen. En dat is eigenlijk wel heel vervelend, ook als je kijkt naar dat het dus best wel gezondheidsproblemen kan veroorzaken. En dat we dus ook zien dat een aantal mensen zeggen, ja, ik heb inderdaad een aantal maanden geleden ben ik naar de huisarts geweest om bepaalde klachten. En dat het daarna terug te leiden is. Het is natuurlijk nog niet zo uitgesproken, maar dat zou het wel kunnen zijn. En ik schrik daar wel heel erg van. Er is aan Wolding gevraagd, van, goh, hoe zit dat nou? Zij hebben gezegd, wij hebben ons aan het bouwbesluit gehouden. En omtrent het vervangen van de filters, dat zou om de 3 maanden moeten gebeuren. We wonen hier nu 1 jaar met z'n allen, is nog nooit gebeurd. En zij zeggen, ja, het staat wel op de planning, maar dat is dan wel een beetje te laat. Dat we dan denken van, ja, jullie zijn er dus van op de hoogte dat het vervangen moet worden. En jullie doen het gewoon niet. Terwijl het eigenlijk ook gewoon, zoals ik net zei, inderdaad best wel problematisch is dat dit er nu is op deze manier. Ook de gemeenteraadsfractie van de SP maakt zich zorgen en wil dat de gemeente de misstanden gaat oplossen. Wij krijgen naar telefoontjes van bewoners dat zij zich daar vooral zorgen over maken. Dat ze ook merken dat ze zich vermoeid en slap voelen. Dat het ook inderdaad heel benauwd wordt binnen. Bijvoorbeeld als ze gekookt hebben, want ze mogen de ramen niet openen. En het probleem van de circulatiekap is dat het alleen de lucht rondom de woning of in de woning verspreidt. Maar niet naar buiten toe afzuigt. En ja, dan maakt de SP zich wel zorgen over de gezondheid van huurders. Wij vinden echt dat het nu tijd wordt dat de gemeente ook bij particuliere verhuurders, dus niet alleen maar bij kamerverhuurders, overgaat op een vergunningenstelsel. Dat zodra de misstanden zich opstapelen, zoals hier bij de Wolderinglocatie, dat verhuurders ook echt aangepakt kunnen worden. Dus beboet kunnen worden. En daar waar nodig, dat zelfs een vergunning ingetrokken wordt. Want dit duurt echt veel te lang. En particuliere verhuurders maken hier gewoon echt misbruik van. Dat jonge huurders op zoek zijn naar een woning. Verhuurders als Woldering BV, die zien het als een goudmijn. Lossen de problemen niet op, reageren laconiek. En de huurders zijn de dupe. Dan hebben de huurders een overheid nodig die aan hun zijde staat. Dus ja, daar moet de gemeente nu echt wat aan gaan doen. De bedoeling is eigenlijk om eerst de Woldering te confronteren met het feit waarom zij die filters nog steeds niet vervangen. Zij zeggen het staat op de planning. We willen eigenlijk gewoon dat het zo snel mogelijk gebeurt en dat het om de 3 maanden gebeurt. Of dat die circulatiekappen worden aangepast of iets dergelijks, dat de lucht wel naar buiten kan. Dat is een hele moeilijke klus, dat snap ik. Maar we hopen en verwachten wel een andere oplossing voor dit probleem. Want dit is gewoon gevaarlijk eigenlijk. De gemeente die heeft toegezegd dat ze onderzoek zouden doen. Dat is tot nu toe hebben we daar niets van gehoord. Daarom heeft de jongerenorganisatie van de SP, Rood, Jongeren SP, is hier een onderzoek gestart. Zijn bezig met een zwartboek en hebben tientallen klachten en meldingen van jonge huurders. En daar gaan we binnenkort de verhuurder, maar ook de wethouder mee confronteren. Omdat er nu echt iets moet gebeuren.